Oh, wij kunnen hier gewoon doorheen lopen. Oh nee, what the fuck? Oh, oké, die dingen gaan naar beneden. Oké, ga maar lekker vechten. Oké, volgens mij is hier wel iets mee te doen. Oké, jij gaat alweer dood. Oh. Wat kunnen we hier doen? Ik ben oprecht gewoon nu benieuwd van... Niks? Oh, het ding is gewoon gestopt, de loopband. Oké, ja, dat kan ook. Oh, hij is dood. Thank God. Oh. Yeah, buddy. I'm flying. Oh. Oh, we hebben iemand net vermoord. Terwijl hiermee. Oké. Nou, ja, dat was een beetje anti-climax, om eerlijk te zijn. Ik had eerder verwacht dat we nog iets cools gingen doen of zo. Maar nee. Oh, we moeten haar weer gebruiken. Ze heeft een slingshot. Oh, freeplay, tuurlijk. Oeh, dat gaat ook nog maar net goed. Moeten we die kant op? Of wat is het plan? Oh, serieus? Ik moest wel gewoon oprecht schieten. Dit is echt een beetje heel zuur. Want ik dacht echt oprecht dat dit... Pieuw! Nou, bedankt. Wat is nu de bedoeling? Dat ik hier op ga en dan... Oké, we hebben net iets kapot gemaakt of zo. Oh, wacht even. We moeten in het potje. Kijk, we zitten in het potje. Gaan we omhoog? Ja, check it. Check it out. Terwijl we dit even doen, nemen we gelijk een mooie minikit mee. Kijk, we maken die man gewoon dood. Dat is heel vervelend. Hij zit ook echt recht voor de R2D2-kit. Gaat toch eens niet zo? Oh, dat is een hele mooie kill was dat, dames en heren. Een dikke pluim krijgt u hiervoor. Waar is R2D2? Zijn serieus te stom om mee te gaan? Want dan vind ik het echt oprecht een beetje heel vervelend. Waar is de rest? Hoezo zien jullie... Jongens, jullie moeten in die kist, hè. Ik wil niet moeilijk doen, maar jullie... Oh, mijn god. De kist die zo meteen komt, moet je in R2D2. Is het zo moeilijk om te begrijpen? Kennelijk wel, want anders was hij wel meegekomen. Maar nou, mag ik even lekker puin ruimen. Kijk, we zetten hem erin. Yeah, R2 hype. Woe! En dan gaan we zo. Nou, we doen het gewoon zo. Dat werkt ook gemakkelijk. Kijk. Kijk, hij kan gewoon die deur openen. Maar nee, niet dat hij dat doet of zo. Oh. Ik ben dood. Top. Top in het level waar munten zo... Oh! Waarom kan ze niet dubbel jumpen? Oh. Oh. Oeh. Meen je dit? Ik wil R2D2 zijn. Die man kan vliegen. Dit allemaal voor een minikit. We hebben de helft aan mijn munten verloren. Dat was een stom minikitje te krijgen waar ik niet eens een waardering voor krijg. Oh mijn god, game naai me nou niet. Niet waar ik bij ben, zeg maar. Dat niet doen. Als je me off-game wil naaien, prima. No problem, maar niet zeg maar dit doen. Dat is zo vervelend. Dat vind ik zo stront irritant voor je game. Vooral als je nagaat dat we wel echt gewoon ver zitten op onze muntaccount. Oké, dan komt hier zo'n karretje aan. Dan moeten we opspringen en er weer zo snel mogelijk uit. Oh, dit gaat...
Oké, R2-D2 is dood. Laat maar, die man is niet meer te redden. Kijk, oh, we moeten nu echt gewoon... Dit is zo'n final countdown moment. Dat ik zoveel mogelijk muntjes probeer te krijgen voordat we naar het eind gaan van dit level. Want let op, we komen er zo meteen aan en dan is het echt een beetje... Cool, we hebben ook nog C-3PO er nu bij. Leuk. C-3PO is een van de waardeloosste characters in de game. Wat? Oké, cool. We hebben een minikit. Dat is iets. Oké. Moet ik nou een fuck ge... Oké, serieus. Dit is wel oprecht een beetje jammer. Hoe moet ik hier nu omhoog komen? Oké, werkt dit hier? Oké, dan kunnen we hier ook nog heen. Check it out. Oké. Oké, nu kan die man erop. Ja. Lekker bezig, Gijs. Dan gaan we hier naartoe draaien. Pak even het dingetje mee. Tja, hey, kom op. Deze draaien we zo. Oh shit. Dit wordt hem hoor, dames en heren. Oh, nee. Doe dat niet. Kom gewoon hierheen. Is gewoon goed hier. Oh mijn god, hij pakte gewoon de verkeerde. Nou, zijn we... Hoezo zijn we geen True Jedi? Als zometeen het level is afgelopen... En ik hoor hierdoor niet, zeg maar... Kijk dan! Hij is gewoon zo goed als... Oh nee, we gaan nog verder. Kom. Geef me die laatste muntjes. Alles telt nu. It's all or nothing. Oh mijn god, maar er zijn ook... Ja, yippie, dit is hem. True Jedi, bitches. Je kan me nou niks meer maken. Want je bent zelf een flap de rol. Hier, kom maar met zoveel man als je wil. Ik ben nergens bang voor. Ik durf jullie allemaal te 1v1'en. Die zijn nu wel een beetje heel irritant. Dus weet je wat, ik loop gewoon even een stukje door. Gewoon een klein stukje ofzo. Oké, ja, weet je wat? Ik geef mijn auto niet te maken, ja. Gaan we dit halen als één sprint? Vast niet. Op het randje haalt hij het niet, deze man. Oké. Zo, dat ging best goed zeg. Oké, dan gaan we omhoog. Kunnen we hier dan iets doen? Oké. Waar ga je heen, Anakin? Oh, serieus? Daarvoor moeten we helemaal terug gaan shocken. Oh nee, daar is iets. Daar is iets. Ho! Jongens... Oké, wacht, ik zie hem al. Kom op. Deze puzzel hebben we, mensen. Veel te lange aflevering alweer. Waarschijnlijk doe ik hem in twee delen. Waarschijnlijk als je dit ding dan kijkt, zit je in deel 2. Maar zelf vind ik het ook al nooit echt mega plezierig om dan... Oh, verdomme zeg. Oké, 2.0. Oké, zo ja. En dan kunnen wij zo overhoppen. Om de loopbrug uit te zetten. Zodat iedereen van de party mee kan doen. Kijk, doe zo. Pieuw. Kom. Oké, dit gaat helemaal fout af. Let op. Gijs gaat zo meteen weer dood. Nou moet hij wel eerder doodgaan. Kijk. Hoppatee. Oh hey, kijk hier. Oeh.
Oeh! Oh, natuurlijk moeten we weer C-3PO hebben. Die man kan in één keer als een beest hacken. Nou, we gaan wel weer door. Hoe groot is deze puzzel wel niet? Nou, dit is een werkende lopende band. Deze ook. Let op, dan mogen we als masterbeelden weer iets in elkaar gaan zetten natuurlijk. Oh. Ja. Oh, dat was een bom. Top. Leuk dat dat even nog bij wordt vermeld. Hé, wat kunnen we nou doen? Huh? Oh, nee, was nog niks aan, want het is weer veel te hoog. Totaal waardeloos gebruik trouwens van de power. Oké, jongens, het zou best leuk zijn als jullie als computer een keer iets zouden kunnen doen. Zou best veel voor me betekenen. Oh, we hebben zo meteen Obi-Wan gered. Kijk, als we nou eens niet doodgaan, dat zou ook leuk zijn, hè. Zo van een feest. Dankjewel. Oh nee, Obi-Wan is in de gevangenis. Houd ermee op. Oh, wow, woe, hoe komt dit nou? Nee. Kan toch niet. Obi-Wan, leuk dat je erbij bent. Maar, oh, serieus. Het zit erop, dames en heren. Het zit er weer op. We hebben het weer gered, overleefd, noem het maar op. We hebben Anakin Skywalker, Padawan en Padme Genosis en C-3PO. Boop, 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 boop. En dat was hem dan. We zijn True Jedi geworden, mensen. Eeuw. Yippie. Dus dat houdt in dat wij weer heel veel muntjes krijgen. Oh, we zitten over de 300.000 muntjes. Dat is best wel veel eigenlijk als je het bekijkt. Waarom had ik niet zoveel Lego? Waarschijnlijk... Nee. Oh cool. Deze minikit kan gaaf worden. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Sorry dat dit in twee delen is en dat je waarschijnlijk denkt van... Wat? Wat is er allemaal gebeurd? Dus mensen, ik zie jullie later.